1 juni zullen er mondjesmaat meer sectoren opengaan. Ook de kerken, maar dan voor maximaal 30 mensen, ongeacht de grootte van de kerk. Moeten kerken het braafste jongetje van de klas zijn en geduldig afwachten? Of is het nu tijd voor heropening? In deze crisis is veel behoefte aan troost en bemoediging. Sommige mensen vinden dat in het geloof. Maar samen bidden en zingen, ja, dat kan ook niet meer. Het lijkt me heel verstandig. En als je kijkt ook wat kerkdiensten voor schade hebben aangericht met de verspreiding van het virus, zou ik hier heel voorzichtig mee zijn. Ik heb het afgelopen jaar had ik 22 overledenen. 22. Nu heb ik er in een maand tijd 30. Steeds meer kerken gaan daarom online. Van harte welkom hier in de Ontmoetingskerk. Ook deze zondag zijn we weer digitaal met elkaar verbonden in Jezus Christus. En ik hoop en bid dat God ons, ondanks dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken, toch één maakt door zijn geest. Ja, meneer Van der Staaij, vanavond was de persconferentie van het kabinet, Rutte en De Jonge. De kerken werden niet genoemd, geloof ik. Nee, het moest inderdaad even nog wachten op een vraag van een journalist. En toen werd er de vraag gesteld, refererend aan een toezegging die minister-president aan mij had gedaan 2 weken geleden, over we gaan toch kijken naar meer maatwerk op de langere termijn. Is er eigenlijk al zicht op wanneer dat daar meer duidelijkheid over komt? En toen was het opnieuw weer heel afhoudend. En dat vond ik jammer, want ik was dankbaar over de versoepelingen die er allemaal zijn. En er was natuurlijk heel veel goed nieuws. Maar ik ben dan toch een beetje bezorgd. Staan die kerken ook wel op het netvlies? Of blijft het een beetje bij wat algemeenheden die ook nog ineens kloppen? Van dat kerken heel veel schade zouden hebben aangericht. Het viel mij tot nu toe op dat uit allerlei onderzoeken blijkt dat dat eigenlijk niet klopt. Dat er makkelijk is aangenomen. Ofwel vaststellingen dat gelovigen het eigenlijk allemaal prima vinden om met online kerkdiensten te volstaan. Ja, en dat geldt voor u niet? Nou, het geldt absoluut dat je heel dankbaar bent voor de mogelijkheden die er zijn. Maar daarmee moet je niet de conclusie trekken dat het allemaal niet erg is of allemaal geen haast heeft of allemaal wel eindeloos uitstel kan leiden. Kijk, als het nodig is, prima. Als de goede verhalen zijn dat je echt nog bepaalde risico's niet moet willen nemen, dan zijn de kerken als eerste degene die zeggen, dan willen we dat ook niet. Ja, maar u zegt, nu is het te voorzichtig. Dan zouden we wat meer Je hebt het idee dat er eigenlijk te weinig aandacht voor is. Dat is meer een beetje mijn punt. Of dat er het gerelativeerd wordt, het belang wat het voor mensen betekent. Terwijl ik denk van, ja, stel je voor dat we bij verpleeghuizen zouden zeggen van, die bezoekregeling die gaan we nog niet aanpassen, want je kan zo fijn beeldbellen tegenwoordig. Dan zeggen, ja, maar weet je wel, wat je zegt, dat beeldbellen is fijn, maar ik mis ook wel echt iets. Nou, en ik merk dat heel veel mensen die gewend zijn om naar de kerk te gaan, die missen toch ook echt dat daadwerkelijk bij elkaar komen. Ja, Andries Sneffel, we belden jou vandaag en jij zei van, nou ja, doe maar rustig aan. Een beetje geduld kan geen kwaad. Die kerken moeten niet voorop lopen. Ik vind dat de kerken dus inderdaad niet voorop moeten lopen. Waarom niet? Ik mis ook. Ik heb een column geschreven vorige week. Ik mis de kerk gewoon ontzettend. Ik ga heel graag naar de kerk. Ik ben nu 9 weken niet naar de kerk gegaan. Ik ben een parttime voorganger, dus ik doe wel kerkdiensten. Maar ja, dan praat ik een half uur in Is een camera? Dan praat ik een half uur in die camera. Wel vaker gedaan? Dat heb ik wel eens meer gedaan. Ja. Mooi dat ik dat kunnen oefenen. Ja. Dus zondag moet ik weer op zo'n camera praten. Maar waarom moeten de kerken wachten? Nee, maar eerst zeg ik, ik vind het heel belangrijk om naar de kerk te gaan. In de tweede plaats, ik vind de beeldvorming die een beetje gecreëerd is, dat wij het braafste jongetje van de klas zijn, vind ik niet terecht. Ik vind dat de kerken geen unieke positie mogen hebben vergeleken met concertzalen of met andere bijeenkomsten waar meer dan 100, 200 of 300 mensen bij elkaar mogen komen. Ik vind dat de kerken terughoudend moeten zijn. Waarom? Waarom moeten de kerken terughoudend zijn? Omdat ik denk dat de beeldvorming snel kan zijn dat de kerken gaan vinden dat zij een extra plek mogen hebben, voorop mogen lopen in de stoet van de organisatie. Dus uit angst voor beeldvorming moeten we eigenlijk dan het punt niet maken. Nee, dat er zijn lijkt er nog een paar, Kees. Je begon met voorop lopen, maar we hebben het niet over voorop lopen. Ik vraag alleen, is er ook perspectief voor kerken? Want mensen vragen ons ook, als politiek, en dat vind ik heel terecht, hoe kan het dat ik allemaal hoor zeggen, bij theater, bij concertzaal, nee, maar we hebben meerdere zalen, dus er kan wel 30 per zaal. En voor kerken zeg je bijvoorbeeld, maar 30, dat is het echt wel even voorlopen. Dat tast ook een stuk rechtvaardigheidsgevoel. Als de regering zou zeggen, maar wel gewoon ver meebewegen. Als de regering als jullie door elkaar zeggen, praten, horen we jullie allebei niet. Heren, even rustig. Ja, nee, maar ja, Kees kwam bij mij. Ja, dat is waar. Nu mag jij even, Andries. Sorry. Als de regering zou zeggen, we doen nu 30. En we gaan per 1 juli gaan we naar 100. En misschien dan per 1 september, als
de cijfers van meneer Kluitmans kloppen, dat inderdaad het nog steeds allemaal gaat zakken. Akkoord, maar ik vind nu een positie innemen van... Ik ga niet zeggen dat de kerken gediscrimineerd worden, dat is een groot woord. Maar misschien dat we wat achtergesteld worden, vind ik een verkeerde positie. Laten wij bescheiden zijn, laten wij terughoudend zijn. Laten we ook denken aan ons publiek van de kerken. Dat zijn heel veel jongeren tegenwoordig die naar de kerk gaan. Maar er zijn ook kerken met oudere mensen. En misschien is het nog helemaal niet verantwoord om per 1 juli, zegt meneer Kluitmans, dan in een grote kerk 300 mensen bij elkaar. Hij zit erbij. Zullen we het hem vragen, meneer Kluitmans? Ja, om 300, wat denkt u, als u het hoort? En 300 mensen in een grote kerk is misschien nog helemaal niet veilig genoeg. Is misschien wel een experiment. Moet je niet meer doen. Beschermwaardigheid van het leven staat in de kerken op een grote plek. Dus doe nou maar rustig aan. Doe rustig aan. En laten we aan Rutte vragen. Beste premier, zou het zo kunnen zijn, via een routekaartje, dat ergens per, noem eens wat, 1 september er meer dan 100 mensen naar de kerk zouden mogen. Dan zou ik, maar wie ben ik, zou ik tevreden zijn. Nog één keer, Kluitmans, nog één keer meneer Van der Staaij en dan wil ik meneer Kluitmans. Kluitmans, ja, moet zeggen. Kijk, of... ik vind dat ook wat ik uit de woorden van Knevel proef, vind ik heel sympathiek. Hè? Van, wij hebben wel de tijd, wij doen rustig aan. Maar dat denk ik, dat doen de kerk al de hele tijd. Er is zou het niemand, de kerk passen? Er is helemaal niet iemand die... Ik heb ook zelf 3 weken geleden gewoon heel vriendelijke schriftelijke vragen gezegd. Van, denk ook even na over dat perspectief voor die langere termijn. En 2 weken geleden, als je wat meer naar maatwerk gaat... Wij krijgen ook die vragen, vind ik logisch. Als mensen met honderden naar IKEA kunnen... Zou dan in een kerk van 2000 mensen niet iets meer dan 30 kunnen? Vind ik hele reële vriendelijke vragen. Maar waarom, als mensen Kees, antwoord wacht je krijgen... Kees, meneer Knevel, wacht je nou, meneer Knevel, u praat er steeds doorheen. Meneer Van Staaij, even rustig doen. Waarom wacht u nou? Het loopt uit de hand, hè? Ja. Ik ben bereid te wachten. Er is alle geduld. Als je het idee hebt, het punt wordt serieus genomen. Er wordt goed onderzoek naar gedaan. Er wordt goed over nagedacht. Maar ik krijg nu een beetje het idee dat er gedacht wordt... Nou, de meeste mensen in de kerk zijn hele volgzame mensen... die bereid zijn om heel voorzichtig te zijn. En dat prijs ik. Daar ben ik zelf ook van. Maar dan moeten we niet vergeten dat aan de andere kant... wel ook rechten, ook van kerkgangers, vergaand ingeperkt. Het moet wel een goed verhaal zijn. Als je maatwerk leeft voor, weet ik wat voor voorstellingen. Dan moet het ook hier kunnen. Ja, we gaan even naar meneer Kluitmans. Meneer Kluitmans, wat denkt u? Ik had nooit gedacht dat ik hier nog eens een oordeel over mocht vellen. Mooi moment. Ja, ik heb toch wel... Kijk, het zijn allemaal observaties die er gedaan zijn. En je weet nooit wat oorzaak en gevolg is. Maar ik heb hier volgens mij een maand geleden gezeten... met 2 dominees die toch wel hele trieste situaties hadden gehad. Ja. Dat veel mensen besmet waren geraakt na een kerkdienst. Wat Hasselt en Sommelsdijk, volgens mij. Ja, en kijk, we kunnen natuurlijk nooit precies weten wat daar gebeurd is. Maar er waren toch wel aanwijzingen dat er... Ja, daar bovenmatig veel mensen besmet waren en ernstige gevolgen van hadden gehad. Dus dat zijn risico's die we nog niet precies kunnen duiden. En ik zou dus ook voorzichtig zijn. En, zingen, helpt dat veel? Stel we zingen niet. Dat is, daar zijn ook sterke aanwijzingen voor. Dat toch in kerkkoren zijn ook heel veel besmettingen geweest... die we nu pas eigenlijk voor het eerst komt dat goed op het netvlies... dat zingen kennelijk een risico is. Weten we ook nog niet helemaal precies. Ik wil dus alleen maar zeggen, je moet voorzichtig zijn. Want er zijn risico's. En we kunnen die niet helemaal duiden. Ik kan niet zeggen wat wel en niet mag. Maar er zijn gewoon risico's. En daar denk ik dat je zorgen moet hebben. Mijn stelling zou zijn, vanaf 1 juli mogen we met 100 naar de kerk. Laten we dat dan 2 maanden doen. Tot en met 1 september. Dan kijken we naar uw cijfers. Dan hebben we het experiment van Willem II en NAC. Hebben we tenminste, zo hebben we ook al gehad. Dan weten we hoe het met die sportschool van Arie zit. Hij zit achter mij. Ja, goed. En dan kunnen we misschien zeggen, we gaan van 100 opschalen naar 200 of 300. Maar Andries, dat is het beter wat je in de maatschappij nu gaat doen. En ik denk dat echt zo belangrijk is dat we gewoon gaan meten en weten wat er gebeurt. Oké, Arie Boomsma. Ja, het verbaast mij heel erg, juist van Andries eerlijk gezegd, dat je vergeet hoe belangrijk gemeenschap voor mensen is. En er is een doelgroep in Nederland die op dit moment alles mist. Dat zijn mensen die niet naar evenementen gaan nu. De cafés zijn nog niet open, de restaurants. De kerk is voor heel veel mensen zo'n belangrijke plek. Toch mooi dat jij er nog eens een Andries Knevel mag uitleggen. Nou nee, maar weet je wat ik zo jammer vind... is dat we hebben een liberale regering met progressieve partijen ernaast... en dat er niet gekeken wordt naar de eigen verantwoordelijkheid... de eigen creativiteit. Dat een kerk bijvoorbeeld zou kunnen zeggen... nou, wij gaan net als sportscholen nu ook doen... en net als heel veel andere ondernemers ook in Nederland doen... we gaan op een eigen manier... invulling geven die totaal volgens de richtlijn is van het OMT, van het RIVM, maar wel op een eigen creatieve invulling. Okay. Veilig en wel, dat moet... Intelligente invulling, een eigen invulling. Meneer Jette, wat denkt u?
Ja, inderdaad, als zingen een probleem blijkt te zijn in koren, dan laten we dan kijken hoe we kerkdiensten op een andere manier wel mogelijk kunnen. Maar ik ben zelf opgegroeid in Uden in Brabant. Wat ik daar hoor is dat mensen, wat ze misschien een van de ergste dingen vonden de afgelopen weken, is dat je niet met een fatsoenlijke begrafenisdienst afscheid kon nemen van mensen. Dat stukje warmte en samen zijn, dat hebben mensen gewoon heel erg gemist. Dus ik begrijp wel de behoefte om ook weer kerkdiensten niet alleen online te doen, maar ook fysiek benen. En de heer Van der Staaij en ik hebben ook gezamenlijk onlangs gevraagd aan het kabinet: maak nou eens een analyse van alle maatregelen die genomen zijn en die echt grondrechten in Nederland inperken, of dat die echt proportioneel zijn. En daar is vrijheid van geloof wel een van de belangrijke grondrechten die daar ook bij onderzocht moet worden. Maar ik vind dus dat je deze discussie dus niet juridisch moet insteken. Ik heb ook gezien wat jullie hebben gedaan, dat je aan de overheid gaat vragen of de noodregeling van Grapperhaus, of die wel met artikel 6 van de grondwet compatible is. Maar ik vind dat eigenlijk niet de discussie. Ik zou graag weten wat de uitkomst van dat onderzoek is. Ik vind de discussie veel meer op dit moment, of we als kerk ons zo presenteren dat we zeggen: wij kennen onze positie, we gaan niet voorop lopen, we gaan ook niet zeggen: we vinden het niet leuk om het braafste mannetje van de klas te zijn. En wij hebben ook iets van: we willen zorgen voor onze kwetsbaren in die acht weken, hè, tussen 1 juli en 1 september. Voor die kwetsbaren waarvan meneer Kluitsman zegt: ja, risico als je met 400 man in de kerk zit, zou best nog eens groot kunnen zijn. Dat risico moeten we als kerk voorlopig nog maar even niet nemen. Dan wacht ik inderdaad op Arie en ik wacht op NAC Breda. Wat vindt u daarvan? Ik vind als politicus dat het wel belangrijk is om van de regering heel precies te vragen. Als jij zeker op voor een langere periode grondrechten inperkt, en dat doe je gewoon niet mee, kunnen er goede redenen voor zijn. Maar dan moet je wel echt iets meer laten zien dan wat algemene aannames. Maar u bent niet bang voor een tweede golf als we de kerken wel... Ik ben net als iedereen bezorgd dat wij, als wij nonchalant versoepelen, dat we dan onszelf gaan tegenkomen. Dus ik vraag ook helemaal niet, kosten wat het kost, dat er nu allemaal ingrijpende dingen gebeuren. Ik zeg alleen, neem ook gewoon serieus het belang van ook wat heel veel mensen ook aan die kerkdiensten hechten. En laat er ook gewoon maatwerk geleverd kunnen worden. Okay. En kijk daarnaar. Morgen is het Kamerdebat en dan gaat u het ongetwijfeld aan de orde. Zeker. Goed, dank voor nu. Het Volendamse duo Nick en Simon willen iedereen kennis laten maken met hun helden Simon en Garfunkel.